Zonnepaneelbezitters die kennen dit soort grafieken. Dit is de opbrengst van een dag eind januari. Het ziet er heel aardig uit, maar te zien is dat het vermogen eigenlijk nooit boven de 1000 watt komt. Willen we daarentegen theewater zetten, dan trekt zo'n ding al meteen 2200 watt. Dus dan zit je eigenlijk hier met het vermogen. En dat betekent dat je dus de helft uit het lichtnet trekt en de helft zelf opgewekt hebt. En nadat het theewater kookt, gebruik je hier weer niets van en ook niets uit het lichtnet. Maar ja, dit stukje dat zouden we wel kunnen gebruiken in plaats van terug te leveren, met eventuele terugleverboete. Dat is eenvoudig te doen door een RCR-controller. Dat is een apparaat dat snijdt de fase aan van de sinus van het lichtnet en daarmee reduceert hij het vermogen. Betekent wel dat als je de waterkoker op het halve vermogen laat draaien, dat hij natuurlijk wel een keer zo lang erover doet. En laat je hem op 1/3 van het vermogen draaien, want zou je hier bijvoorbeeld thee willen gaan zetten, nou dan heb je maar 634 watt. Dan zou je dus de knop van de SCR-controle nog verder dicht kunnen draaien. Alleen duurt het dan dus nog zo langer. Draai je factor 4 het vermogen naar beneden, dan duurt het 4 keer zo lang. Zo eenvoudig is het. Zo'n SCR-controle werkt alleen voor belastingen zoals weerstanden, verwarmingselementen, motoren kunnen ermee geschakeld worden, maar geen elektronische apparaten. Ik wil even benadrukken, weet je niet goed wat het is of hoe het moet, begin er dan beslist niet aan. En dit is de SCR-controller, keurig verpakt in een plastic zakje. Even de schaar erbij. Hiermee kan het niveau geregeld worden. De knop moet wel even af en weer op, want er staat nu niet op nul. Ik hou ervan bij dit soort apparaten om even te kijken wat er van binnenin zit en of het allemaal goed zit. Maar zo te zien zit er erg weinig in. Andere schroevendraaier. En dan zit hij kennelijk hier aangeklikt. Zo. Het is simpel als je het even door hebt. Nou, er zit werkelijk heel ontzettend weinig in. Een zekering, een condensatortje en een half geleider. Aan de onderkant zit zo te zien weinig of niks. Helemaal niks, alleen wat soldeerverbindingen. Een diode, er zit nog een transistor of zoiets dergelijks in. Ik ga hem nog even verder openmaken om te kijken hoe de soldeerverbindingen zijn. Want het kan natuurlijk ook wel eens mis zijn en dat is dan gevaarlijk. Dus dan halen we de knop eraf. De moer losgedraaid. Dan zie je dat er ook nog een soort plastic folie op zit. Die houdt het geheel mooi. Maar heb ik dus nu niet meer nodig. En dan kan de print eruit. Er zitten zowaar wat onderdelen aan de onderkant. En de soldeerverbindingen zien er goed uit. Vooral bij de wat dikkere draden is het interessant om even te kijken of dat wel helemaal goed gaat. Maar dat ziet er allemaal goed uit. Opvallend is dat er geen ontstoorelementen bij zitten, anders dan die condensators. Je zou wel een hoeveelheid spoelen ook verwachten. Dus ik verwacht ook wel dat het geheel flink storing zal gaan geven. En bij het in elkaar zetten viel me ineens op. Hier staat output 0 en line en input line en 0. Dus het staat er wel degelijk op, alleen een beetje erin geperforeerd. Je kan verder geen
elektrische delen aanraken, behalve dan deze aansluitpunten. Het was jammer dat het kapje daar niet overheen liep, want nu moet je hem altijd nog weer ergens inbouwen. Dat is dan jammer. Ik heb geen netsnoer doorgeknipt, maar ik vond nog een doos met een snoertje en een stekker met een snoertje. Dus die heb ik er even aangeschroefd. We gaan het nu proberen. Ik ga er gewoon een grote lamp op aansluiten, een 300 watt lamp. En dan draaien en dan kijken wat er gebeurt. Dit is het exemplaar aangesloten op een 300 watt lamp. En inderdaad laat het zich keurig dimmen. Maar zoals vermeld, dit is wel een gevaarlijke situatie. Doet trouwens sowieso niets met elektronica als je er helemaal niets van weet. Op deze manier is dus niet alleen een lamp te regelen. Maar op deze manier is natuurlijk, waar die voor bedoeld is, of waar ik hem voor heb aangeschaft, is bijvoorbeeld de verwarming in een close-in boiler mee te regelen. Eigenlijk is alles er mee te regelen met een met zijn SCR-controller, als er maar een weerstandbelasting is. Dus dan moet je denken aan een koffiezetapparaat of een waterkoker. Maar beslist geen koelkast of iets waar elektronica in zit. Om nog even te kijken wat het ontbreken van stoormaterialen doet. Hij staat nu op 0 uit. Ik heb er een radiootje op de middengolf bij gezet. En als ik de knop opdraai, dan gaat de lamp nu wat meer spanning krijgen. En helemaal voluit, dan is er dus geen fase aangesneden. Dan is er weinig storing. En helemaal uit is er ook geen fase aangesneden, dus bijna geen storing. Maar het is best wel behoorlijk. Dus eigenlijk is zo'n ding helemaal niet zo'n best idee. Of misschien wel een goed idee, maar niet in deze uitvoering zoals die zo lekker goedkoop wordt aangeboden. En ik beschik toevallig over een uitgebreid meetapparaat waarmee je het spectrum in dit geval van 0 tot 40 MHz kan laten zien. En ik heb het meetpennetje wat hier aangesloten is, heb ik gewoon in de buurt bij het lichtnet gehouden. En als ik dan nu de lamp van 300 watt dim, dan zie je dat er dus een enorme hoeveelheid naalden steeds over de hele korte golfband heen lopen. Dus dat is één grote stoorbron, dit ding. Dat komt ervan als je dus bespaart op ontstoormiddelen. Eigenlijk schakeling gebruiken zonder de ontstoorspoelen is eigenlijk geen goed idee. Het is een leuk schakeling om even mee te experimenteren. Maar je moet hem en nog inbouwen. En je moet hem dus nog ontstoren. Het is allemaal wel veel gedoe. Vond je het interessant? Geef dan een duimpje of abonneer. En misschien tot de volgende keer.